Goedemiddag en welkom bij de vierde aflevering van de webinarserie Onderwijskansen. Vandaag gaan we het hebben over het onderwerp differentiatie en onderwijskansen. Mijn naam is Mark Wijsman en aan tafel zitten twee experts die ontzettend veel weten over dit onderwerp. Ik begin even aan mijn linkerkant. Daar zit Roel Bosker, honorair hoogleraar onderwijswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. En naast hem heeft plaatsgenomen Marieke Jol, intern begeleider bij Leerplein 055. Nou, voordat we verder ingaan waar jullie de inzichten en kennis allemaal vandaan halen, praktijkervaring opgedaan hebben die hier aan tafel gedeeld wordt, wil ik even me richten tot jullie, het publiek. Want in een webinar als deze willen we jullie natuurlijk zo goed mogelijk betrekken bij de inhoud en willen natuurlijk ook van jullie horen wat jullie te zeggen hebben of te vragen hebben over het onderwerp differentiatie. Het eerste wat ik even wil doen is een korte kennismaking. Dus wil ik jullie vragen om even kort in de chat te zetten wat jullie naam is en jullie rol. Dan hebben we een beetje een idee wie er allemaal aan het kijken zijn. Docenten, begeleiders, directeuren. Zet even kort in de chat wat je naam is en wat je rol is binnen het onderwijs. Dan kan iedereen een beetje zien wie de deelnemers zijn van vandaag. Maar we gaan natuurlijk nog veel meer interactie met jullie opzoeken. Jullie kunnen vragen stellen bij de Q&A aan het einde. En er komen polls voorbij in dit webinar. Dus genoeg interactie met jullie ook in dit webinar vandaag. Goed, even kennis maken dan met de deelnemers aan tafel. Roel, ik begin links, mijn links, begin ik even. Roel Bosker, honorair hoogleraar onderwijswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Helemaal uit Groningen gekomen vandaag, we zijn namelijk in Utrecht. Welkom Roel. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn. Ja, en jij bent bezig geweest in dit onderzoeksveld. Al best een tijd, toch? Ja, meer dan 40 jaar, 45 jaar geloof ik. Ja. Al vanaf mijn studietijd houd ik me met dit onderwerp bezig. Wat heeft jou bewogen om je bezig te houden met ongelijke kansen in het onderwijs? Nou, dat kwam heel toevallig. In mijn studie hadden we een project dat heet Onderwijs en Samenleving. Ja. Onderwijs en ouders in achterstandswijken, en daar draaide het om. En toen ben ik in het onderwerp geïnteresseerd geraakt. En als je dan vraagt naar waarom blijf je er dan in geïnteresseerd in het onderwerp? Mijn ouders hebben alleen maar lagere school. Ik kom uit een achterstandswijk. Ja. Dus het hoogste wat je in het leven kon bereiken in mijn situatie was dominee of leraar worden. Okay. Dus, en toen ik later in mijn studie belandde, bleef ik dat een bijzonder interessant thema vinden. Ja. En dat is altijd zo gebleven. Geweldig. En ja, wat een bak ervaring en kennis om aan tafel te hebben vandaag. Geweldig, dankjewel Roel. Nou, fijn dat je er bent. Marieke Jol, jij bent intern begeleider bij Leerplein 055. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, ik ben voor meerdere scholen intern begeleider. De afgelopen jaren heb ik ook bij een andere stichting gewerkt, meerdere scholen intern begeleider. En bij Leerplein heb ik een aantal zeer zwakke scholen begeleid. Oké, okay, ja, dus een bak aan praktijkervaring ook aanwezig. Daar kun je vandaag genoeg over delen, zeker met betrekking tot dit onderwerp. We hebben vandaag natuurlijk ook een Q&A. Die is niet tijdens het webinar, die is helemaal aan het einde. Dus dan wil ik aan jullie vragen, let goed op tijdens de gesprekken. Mochten er vragen voorbij komen, stel ze vooral. Want aan het einde gaan we jullie vragen voorleggen aan de gasten hier. En die gaan dat zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. We hopen zoveel mogelijk vragen te kunnen beantwoorden in dit webinar. Dus stel ook vooral jullie vragen als die voorbij komen. We gaan beginnen dus over het onderwerp differentiatie. Daar gaat het vandaag over. En jullie zijn beide, ik ga hem er even bij pakken, jullie zijn beide de co-auteurs van deze leidraad. Differentiatie als sleutel voor gelijke kansen. Hier hebben jullie aan meegewerkt met een heel team, begrijp ik. Hoe is dat geweest, Roel? Hartstikke leuk. Ja, omdat we een heel gemengd team hadden. Dus Marieke zat in als intern begeleider. We hadden nog een schooldirecteur. We hadden een lector. Ik als hoogleraar onderwijswetenschappen. Dus het team was heel erg gemengd. Dus we konden verschillende soorten ervaringen inbrengen. En we hadden natuurlijk het voordeel dat we konden starten met twee rapporten. Ja. Anne-Luc van der Vecht had al een rapport geschreven over differentiatie voor NRO. Om het wat toegankelijker te maken. En met mijn team had ik een review geschreven over wat weten we over differentiatie. Met name wat het voor kinderen aan effecten sorteert. Ja. En die is gepubliceerd. Dus we konden al lekker snel van start gaan. Ja, en Marieke, je hebt er ook nog allemaal praktische tips in verwerkt.
voor de verschillende scholen en leerkrachten die dat onder ogen krijgen. Want deze leidraad is naar heel veel scholen gegaan. Mm-hmm. En jullie hopen daarmee een duidelijk beeld te geven hoe differentiatie aangepakt kan worden en gebruikt kan worden om die ongelijkheid te verkleinen, toch? Ja, en het voordeel is dat je evidence en evidence-based en evidence-informed informatie gebruikt om toe te passen op school. Ja. En niet alleen maar uitgaat van wat je denkt dat goed is, maar kijkt wat ook echt werkt. Ja, en precies. Dat is een groot voordeel. Ja, daar hebben jullie heel veel onderzoek voor kunnen gebruiken. Ja. Voordat ik naar de eerste vraag over dit onderwerp ga, even nog voor jullie om duidelijk te maken wie er allemaal aan het kijken zijn. Voor jullie ook wel leuk om te weten. We hebben veel intern begeleiders die vandaag aan het kijken zijn. Ook directeuren van scholen en een integraal kindcentrum. We hebben lerarenopleiders, studenten van de lerarenopleiding die ook aan het kijken zijn. Leerkrachten en medewerkers of adviseurs onderwijskwaliteit en onderwijsbeleid. Dus een grote variatie aan kijkers vandaag. Het was een heel populair onderwerp. Ja, en daar wil ik het ook even over vragen. Waarom is differentiatie zo'n belangrijk onderwerp in die gelijkheidsambitie, Roel? Nou ja, alle mensen verschillen. Dat weten we allemaal. En kinderen verschillen ook. En differentiatie is het toverwoord voor omgaan met verschillen. Dus vandaar nog even onafhankelijk van of we het over gelijke of ongelijke kansen hebben. Ja. Sowieso moet je differentiëren in het onderwijs om met al die verschillen rekening te kunnen houden. En dan komt de tweede stap. Sommige kinderen hebben gewoon minder vaardigheden ontwikkeld als ze op de basisschool komen. Door hun achtergrond hebben ze minder ondersteuning. En voor die kinderen moet er iets extra's gebeuren om hun dezelfde kansen te geven als die andere kinderen ook hebben. Ja. Met gelijke motivatie en gelijke talenten. Wil je dat het hetzelfde wordt uitgehaald? Sprak ik nog enigszins vertraagd erachteraan. Ja, maar goed, en daar speelt differentiatie dus een grote rol in. Om dat voor elkaar te krijgen. Marieke, ben je het daarmee eens? Ja, daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Dus ja. Zeker. Nou goed, wat verstaan we precies onder differentiatie? Want ik vond het nog best wel een ingewikkelde term. En het is misschien goed om even voor de verschillende kijkers vandaag te definiëren wat jullie daar precies onder verstaan. Het belangrijkste is dat er in het onderwijs voorzieningen worden getroffen om te gaan met verschillen tussen leerlingen. En die voorzieningen kunnen te maken hebben met andere tijd, extra instructie, andere werkvormen, andere manieren om kinderen te motiveren. Dus allerlei toepassingen en aanpakken in het onderwijs om te zorgen dat elk kind op zijn manier benaderd kan worden. Nou, elk kind op zijn manier is misschien een beetje veel, want er zitten 25 in de klas. Ja. Maar in elk geval zodanig dat je, laten we zeggen, als er twee of drie groepen in de klas te onderscheiden zijn globaal, dat je die groepen goed kunt helpen. En sommige kinderen hebben nog echt iets individueels nodig. Ja, oké. Okay. En hoe gaat dat nou met differentiatie in de praktijk? Want Marieke, je gaf al aan, je hebt als intern begeleider met meerdere scholen gewerkt. Mm-hmm. Wat kom je onder andere tegen? Ja, van alles. Pre-teaching, gebruik van digitale programma's zoals Bouw, Bareka, een plusklasje, extra ondersteuning door een docent voor zijinstromers vanuit andere taalgebieden. Het hangt gewoon van je populatie af welke keuzes je maakt. Ja. En welke mogelijkheden je hebt om in te zetten natuurlijk. En vind je dat je hebt dan bij meerdere type scholen ook, neem ik aan, terecht gekomen. Vind je dat goed gaat, dat differentiëren? Is dat een moeilijke vraag? Het is wel een vak op zich. Ik denk eerst dat er aan een aantal voorwaarden voldaan moet worden. Dus je moet leerkrachten hebben die goed les kunnen geven, die een goed klimaat in de klas kunnen creëren. En je moet je kinderen goed in beeld hebben en dan pas kan je keuzes gaan maken. Dus er moet eerst aan een heleboel voorwaarden voldaan zijn voordat je kan zeggen, nou, dan zet ik zomaar een programma in. Of ik zet zomaar een docent voor een groepje kinderen. Ja, ja, die basis die moet er wel zijn. Jullie hebben op een gegeven moment natuurlijk verschillende aanbevelingen gemaakt. Die zitten ook in een bepaalde volgorde. En inderdaad, wat je net aangeeft, dat hebben van een goede basis, dat is iets wat erin staat. Het is niet de eerste die voorbij komt. Het is een beetje een combinatie van leidraad 5 en 1. Ja, dat zijn de voorwaarden waar je eerst aan moet voldoen voordat je een volgende stap kan zetten. Ja, wij gaan door de verschillende aanbevelingen heen. Maar die volgorde is inderdaad wel bepaald. Maar ze werken ook allemaal met elkaar samen. Ja. Dus het is niet zo nauw te nemen van je moet eerst dit en dan nummer 4 en dan nummer 5. Zoals ik nu al hoor, die basis is ook hartstikke belangrijk. Ze zijn allemaal
op zichzelf heel belangrijk en ze werken ook heel erg met elkaar samen. Ja, Roel, wat heeft een leerkracht nodig om goed te differentiëren? Om te beginnen moet hij goed van alles weten over de ontwikkeling van kinderen. Ja. En hoe hij of zij dat kan stimuleren. Dus hij moet zijn kinderen goed kennen. Ja. En liefst niet alleen, maar hij moet dat vooral doen in teamverband. Want als je met elkaar geen visie hebt over hoe je het onderwijs aan die kinderen wilt geven, dan sta je daar en dan doe je iets en dan wordt het vervolgens allemaal weer in het volgende leerjaar ongedaan gemaakt. Dus het moet altijd vanuit een gezamenlijke visie moet de aanpak werken. Ja, dus een gezamenlijke visie en het kennen van de leerlingen. Dat brengt ons ook eigenlijk naar de eerste aanbeveling. De eerste aanbeveling in jullie leidraad is: ken en volg je leerlingen. Dat klinkt eigenlijk, ja, vind ik, best wel vanzelfsprekend. Het kennen en volgen, dat is toch wat je eigenlijk de hele dag aan het doen bent als leerkracht, hoop ik. Maar het ligt wel ingewikkelder dan dat, heb ik begrepen. Waar moeten leerkrachten vooral op letten bij het volgen van leerlingen? Nou, hebben ze het leerdoel wat je aanbiedt, hebben ze dat onder de knie? Want het heeft niet zoveel zin om een volgend leerdoel aan te bieden als het leerdoel daaronder nog niet bereikt is. Dus kijk goed tijdens je lessen hoe de respons is van de leerlingen. Maar daarnaast ook volg je leerlingen met behulp van formatieve toetsen, methodetoetsen, CITO-toetsen. Nou, CITO hoeft niet per se, maar halfjaarlijkse toetsen. Ja. Om per leerling te kijken, hebben ze nog voldoende groei? En zo niet, hoe komt dat dan? Dus echt per leerling kijken, waar willen we naartoe en wat behalen ze op dit moment? Ja, en dan hebben jullie natuurlijk een visie en ook leerdoelen per leerling. Maar dat moet je natuurlijk ook als school gezamenlijk afspreken. Hoe doe je dat? Nou, ik haak helemaal aan bij wat Roel zegt. Je moet inderdaad een visie hebben. En dat is je kapstok voor waar je naartoe wil. Ja. En je moet afspraken gaan maken. Dus je moet ook een beetje sturing hebben vanuit directie IB, denk ik. Aanzet geven, maar team moet er wel achter staan. En daarnaast, ja, je maakt afspraken over waar je naartoe wil. Wat wil je met deze kinderen bereiken? En vervolgens hou je elkaar ook aan die afspraken. Dat is ook de kunst natuurlijk. Heb jij daar een voorbeeld van hoe jij dat een keer bij een school hebt aangepakt? Nou, bij zeer zwakke scholen heb je meer een missie dan een visie. Hè? Je moet voldoende worden. Dus dan zet je met elkaar een basis neer van wat dit wil ik allemaal weten van de leerling. En dit is ons doel. Dat heeft te maken met je weging, met je spreiding van je gegevens. En nou ja, dan een minimaal doel neerzetten. En daarna hoop je met elkaar ze te komen tot een visie. Is het dan ook makkelijk om voor iedereen een eigen rol te vinden? Krijgt iedereen daarin een eigen rol toegewezen in het maken van zo'n visie? Of wie draagt er dan aan bij? Je hebt intern begeleiders, je hebt directeuren, je hebt adviseurs. Je voert het gesprek. Je kijkt eerst naar wat is je populatie. Ja. Wat voor soort kinderen komen er bij ons op school? Wat hebben ze, denken wij dat ze nodig hebben? Je analyseert je halfjaarlijkse gegevens. Hoeveel groeien de kinderen? En dan ga je met elkaar bepalen, ja, waar gaan wij op letten? Wat willen we de kinderen meegeven? Je wilt ze in ieder geval de 1F-niveau laten behalen, zodat ze zich in de maatschappij kunnen redden. Maar je wil natuurlijk ook het streefniveau halen, 1S en 2F, om uiteindelijk ze op een nog hoger niveau te brengen. Ja. En zijn er dan leerkrachten die individueel een onderwijsbehoefte vaststellen, of wordt dat ook gezamenlijk gedaan? Nou, individueel, ja, natuurlijk kijk je naar kinderen wat onderwijsbehoeftes kunnen zijn. Er zijn kinderen die woordenschat nog onvoldoende beheersen. Dus daar moet je meer tijd en aandacht aan besteden. Of het lezen komt onvoldoende op gang, dus daar moet je meer tijd en aandacht aan besteden. Maar een gezamenlijke onderwijsbehoefte, ja, dat zit meer in mijn visie van zorg dat alle kinderen op een minimaal niveau het pand verlaten, zodat ze zich kunnen redden. Ja. En dan heb je het in de leidraad ook over een cyclische aanpak. Mm-hmm. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, het gevaar in het onderwijs bestaat nog wel eens dat we beginnen met iets en zo enthousiast worden dat we het allemaal gaan doen, maar vergeten om te kijken of het ook effect heeft. Dus het is mooi om cyclisch te werken in bijvoorbeeld de HGW-cyclus, handelingsgericht werken. Dat je analyseert, je
Of je signaleert, je analyseert, je plant en je voert uit. Of, en daarnaast kijk je ook naar plan, do, check, act. Je houdt in de gaten of dat wat je doet ook effect heeft. En zo niet, dan stel je bij. En niet te snel. Het is ook soms in het onderwijs het geval dat ze nou, proberen iets 10 weken en dan zeggen we, oh, het werkt niet. Maar je moet natuurlijk duidelijker, langere cycli doorlopen, kortere en langere. Ja, oké. Okay. Roel, heb je dat ook tegengekomen in onderzoek, dat de verschillende cycli bepaalde toegevoegde waarde kunnen hebben? Ja, het is heel belangrijk voor dat kennen en volgen van je leerlingen. Dat je steeds gegevens verzamelt over de hoe het met die kinderen gaat. En in aanvulling op wat Marieke zegt. Het is ook belangrijk dat de leraren dat onderling met elkaar delen. En als team met elkaar delen. Ja. Zodat je al die informatie hebt. De uitvinder van de PDCA-cyclus, dat is Deming. Ja, dus plan, do, check, act. Ja. En die had de mooie uitspraak. In God we trust, all others you bring data. Dus en dat hoeven niet alleen maar harde data uit CITO alleen volsystemen te zijn of andere volsystemen. Het is vooral ook dat je af en toe gewoon goed naar het kind kijkt en observeert hoe het zich in de groep gedraagt. En die gegevens moet je gebruiken om de volgende stap te maken in dat handelingsgericht werken. En dat brengt ons dan ook naar de volgende aanbeveling, want daar hebben jullie het over het gebruiken van modellen voor effectieve instructie. Dus instructiemodellen die gebruikt worden. Maar daar zijn heel veel verschillende van. Die komen misschien wel overeen of die hebben gelijkenissen met elkaar. Voordat ik daar met jullie het over wil hebben over die modellen, wil ik dat ook even aan het publiek vragen. We hebben namelijk een polvraag voor jullie klaarstaan. De eerste polvraag, daar wil ik jullie even in meenemen en kijken wat jullie daarover te zeggen hebben. Polvraag 1 is, op mijn school of scholen werken we teambreed volgens hetzelfde instructiemodel. Jullie werken teambreed volgens hetzelfde instructiemodel. Dan kun je antwoord A is, jazeker. Antwoord B is nee, dat doen we niet. En C is, we voeren daar het gesprek over. Kies een antwoord dat het beste bij jullie situatie past. En dan kunnen we even polsen hoe dat bij jullie op school gaat. Uitslagen komen zo hier bij mij binnen. Maar omdat we een klein beetje vertraging hebben door de webinar, ga ik alvast verder met het gesprek en kijken we zo wat jullie gezegd hebben. Maar jullie bespreken in de leidraad verschillende modellen, die komen daar ook voorbij. Ik wil niet per se in detail ingaan op elk model. Ik denk dat we dan heel veel tijd ook nodig hebben en we willen natuurlijk wel zoveel mogelijk behandelen vandaag. Maar wat zijn de belangrijkste factoren om op te letten bij een instructiemodel, Roel? Nou, om te beginnen dat je doelen hebt. Dat heeft Marieke net al gezegd. Dus we kennen de kerndoelen, de referentieniveaus, maar je hebt ook tussendoelen en leerlijnen. Ja. Dat is eigenlijk de basis van waaruit alles begint. Dan moet er natuurlijk een beginsituatie van de kinderen worden vastgesteld. Dan vindt er een proces van instructie plaats. Dan vindt er een fase plaats waarin kinderen met elkaar aan de slag gaan. En dan is er individueel nog hulp nodig als er wordt gekeken van ja, gaat dit wel of niet goed? Dus dan kunnen kinderen in groepjes aan de slag. En sommige kinderen individueel en sommige helemaal zelfstandig. Ja. Dus dat zijn een beetje de basisfases. En dan op enig moment moet je even vaststellen, hoe gaat het nu? Dus dan, dat is die beroemde observatie of cyclus, hè, in dat handelingsgericht werken. Ja. Zijn we op de goede weg of moeten we weer even terug naar af? En eigenlijk komen in al die modellen dit soort dingen weer terug. Dus het is iets van wat we vroeger noemden het basisstof, herhalingsstof, verrijkingsstofmodel. Met wat evaluatie. Nou, dat oude model, dat zie je in al die nieuwe modellen, Grimm-model, EDI-model, ook weer terugkomen. Okay. Maar die basis blijft eigenlijk steeds hetzelfde. Ja, komt op hetzelfde neer. Ik heb hier even de uitslag van de poll. Op mijn school of scholen werken we teambreed volgens één hetzelfde instructiemodel. Zegt 59% zegt, jazeker, dat doen wij, we gebruiken dezelfde. 12% zegt, nee, dat doen we niet. En 29% zegt, we voeren daar het gesprek over. Vanuit jouw ervaring in de praktijk, Marjolein... Marieke, vanuit je ervaring in de praktijk, wat ben jij tegengekomen? Gebruiken scholen vaak hetzelfde instructiemodel? Ja en nee. Ongeveer vergelijkbaar bij wat er uit de poll komt. Ja. Maar ik zelf ben overtuigd van het feit dat het heel belangrijk is om keuze te maken en te zeggen, we gebruiken één model. Waarom is dat belangrijk? Nou, omdat je dan geen ruis krijgt. Je hebt een doorgaande lijn. Kinderen weten wat ze kunnen verwachten. Je verliest geen onderwijstijd. Er is geen onduidelijkheid. Ik denk dat het gewoon voor kinderen vele malen beter is. Is het makkelijk om iedereen op één lijn te krijgen voor het gebruiken van hetzelfde model? Nee.
Nee. Wat is de uitdaging? Nee, nou ja, het spannende, als je niet oppast, heeft iedereen zijn eigen winkeltje. Ja. Met de deur half open of dicht. En de kunst is natuurlijk om met elkaar het eens te worden over wat je aanbiedt. Dat is ook, heeft ook met je professionaliteit te maken. Dat je op een gegeven moment zegt, nou, als school, wij willen de kinderen verder helpen. Dus we kiezen voor één model, want wij denken dat dat effectief is. Ja. En we spreken elkaar daar ook op aan, als dat niet het geval is, als het niet gebeurt. Wie bepaalt dat? Dat bepaal je gezamenlijk. Ja. Ja. Maar dat is dan de uitdaging. Ja, maar op een gegeven moment is het natuurlijk zo, je kan nooit alle 100%... nou ja, dat zou mooi zijn als iedereen het eens is, maar dat is ook je professionaliteit, denk ik. Als je met elkaar beslist, of de grote meerderheid zegt, wij willen dat, want wij denken dat dat effectief is, of liever gezegd, dit is bewezen effectief. Ja. Dan kan je dat niet ontlopen, denk ik. Nee, oké. Okay. Ja. Cool. Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Kijk, leraren hebben nogal de neiging om te zeggen, ja, we moeten rekening houden met verschillen tussen leerlingen. Houd maar een beetje rekening met de verschillen tussen ons. Wij doen het allemaal op onze eigen manier. Ja. Maar ja, dat is voor kinderen weer heel verwarrend. Dus denk alleen maar iets heel simpels als klassenmanagement. Wat is nu eigenlijk het stiltegebaar? Wanneer is het gebaar, oké, allemaal even rustig werken? Het is veel handiger als je met elkaar daar gewoon een heldere afspraak over gemaakt hebt. Zodat je ook op het schoolplein weet, oh, wacht eens even, nu moeten we dit gaan doen. En dat niet elke leraar daar zijn eigen interactie met kinderen over heeft. En dat vergemakkelijkt veel makkelijker het gesprek tussen de leraren onderling, over wat er nu wel of niet goed gaat. Want als iedereen zijn eigen model gebruikt en zijn eigen terminologie heeft, ja, dan lijkt je elkaar te begrijpen, maar eigenlijk praat je de hele tijd langs elkaar heen. En dat gaat ten koste van die kinderen. Ja, precies. De leerlingen hebben daar het meeste last van. Maar het is inderdaad wel een flinke uitdaging om iedereen met de neus dezelfde kant op te krijgen. En te houden. Zeker. En te houden, ja. Precies, ja. En een van de dingen die jullie ook benoemen is het geven van tijd aan leerlingen. Dat vinden jullie ook belangrijk om echt te benoemen binnen differentiatie, het geven van tijd. Roel, daar is veel onderzoek gedaan naar het belang van tijd in de ontwikkeling in de klas. Wat zegt het onderzoek daarover? Nou, eerst even over waarom tijd zo belangrijk is. Ja. Kijk, ik heb mijn studie in de jaren 70 gedaan. En dat geldt nog eigenlijk steeds, dat we werken vanuit Carroll's Model of School Learning. Dat is een Engelse term voor die eigenlijk heel eenvoudig maar vier dingen zegt. Het kind heeft een zekere motivatie en het kind heeft bepaalde capaciteiten. Ja. Dat brengt het kind mee in de klas. En wat moet de leraar meebrengen in de klas? Die moet tijd beschikbaar stellen, zodat het kind gelegenheid heeft om te leren. En die moet kwalitatief goed onderwijs bieden. Nou, veel simpeler dan dit kun je het niet maken. En dat is eigenlijk wel de kern van het hele onderwijs waar het om draait. En de kunst is natuurlijk ook om die tijd af te stemmen op de capaciteiten en de motivatie van het kind. Want niet elk kind heeft even precies dezelfde tijd nodig. Nou, als we nou iets weten over wat goed werkt in het onderwijs, is dat kinderen zelf actief bezig zijn. Ja. Dus niet een leraar die alleen maar oreert en kinderen die luisteren, maar ook dat ze zelf taakgericht bezig zijn. En taakgerichtheid is een enorme voorspeller van hoe kinderen zich ontwikkelen. Een van de beste voorspellers hoe kinderen zich ontwikkelen in het onderwijs. Dus dat probeer je vooral goed te krijgen, dat kinderen taakgericht bezig zijn. En die tijd moet je onder onderwijstijd realiseren en niet buiten de schooltijd wat mij betreft. Ja. Want buiten schooltijd heb je de zaak minder goed in de hand. En er is maar één plek waar al die kinderen zitten, dat is de school. Dus daar moet je zorgen dat kinderen voldoende tijd en aandacht krijgen om zich te ontwikkelen. Heb ik nu genoeg georeerd over zeker. Dit punt? Nee, ja, zeker. Hartstikke goed. En, ja. Maar nu vraag ik me ook heel erg af, Marieke, ja, hoeveel tijd is daarvoor om die flexibele tijd te geven aan leerlingen? Nou ja, dat is een beetje de kunst natuurlijk, om die te vinden. Hè? Ja. Dus het is, als je niet kan plannen in het onderwijs, heb je het lastig. Ik zie mijn collega's heel strak hun onderwijstijd plannen, afgestemd op instructie, op verlengde instructie. Maar ook, we hebben de luxe op de beide scholen waar ik werk, vanuit de NPO gelden. Onder andere vanuit de NPO gelden dat er een extra collega beschikbaar is. Nou, daar wordt van gevraagd om extra ondersteuning te bieden. Maar dat wordt ook heel strak gepland. Van welke leerlingen hebben dat nodig? Dat bekijken we om de zoveel maanden weer. Dat verschuift weer. Dus je probeert op die manier tijd te creëren. Maar ik heb ook een collega in de 1-2. Die gaat met de kinderen buiten spelen. Heeft een tuintafel midden op het plein staan. En doet dan nog even wat extra dingetjes met kindertjes. Die even uit het spel worden gehaald. En gezegd van, nou, ik wil met jou nog even de cijfers oefenen. Jou nog even de letters oefenen. Dus ze zoeken op alle mogelijke manieren naar het effectief gebruiken van onderwijstijd. Ja. Heb je een voorbeeld waarvan je zegt, nou, dat werkt echt heel erg goed, daar doen we het echt perfect?
Nou, wat ik net schetste, plannen, maar ook de collega buiten de klas heel strak in de lead zetten bij kinderen die extra lezen moeten, extra woordenschat, maar ook het gebruik van een programma als Bouw, Bareka. Dus je zoekt op alle mogelijke manieren naar verlenging van die onderwijstijd. En dan daarnaast kijk je ook nog naar wat je de kinderen aanbiedt. Niet allemaal hetzelfde werkblad voor hun neus, maar ook kijken naar als je de instructie hebt gegeven, welke leerling andere wat meer aan kan en welke leerling nog veel meer herhaling nodig heeft. Ja, precies. Nou, ik ben heel erg benieuwd ook naar onze gevarieerde kijkers die er vandaag aan het kijken zijn. Wat jullie al zoal doen aan het geven van extra tijd of extra instructie en extra oefening. En dat gaan we doen door middel van een poll. Er komt een tweede polvraag bij jullie nu in beeld. Wat doe jij al aan extra instructie en extra oefening? En dan kun je kiezen uit A, pre-teaching, B, tutoring, C, inzet van digitale programma's of D, al het bovenstaande. Daar kunnen jullie nu een keuze in maken. Wij gaan, zoals ik al eerder zei, verder met het gesprek, want zometeen komen hier de uitslagen binnen. Ik zie hier even iets, er komt een polvraag, als het goed is nu in beeld. Polvraag 2 is dat, wat doe je al aan extra instructie en extra oefening? Is dat pre-teaching, tutoring, inzet van digitale programma's of al het bovenstaande? Ja, tutoring is ook iets wat voorbij is gekomen. Daar wil ik het eerst even over hebben. Op welke wijze kan tutoring een verschil maken, Roel? Nou, misschien moeten we eerst even het woord tutoring verhelderen. Ja, want ik merk vaak dat als ik met leerkrachten over tutoring praat, dat hun eerste associatie peer tutoring is. En peer tutoring heeft helaas ook negatieve associaties. Dat betekent dat kinderen uit groep 8, kinderen uit groep 3 of 4 helpen. En dan is vaak de reactie, ja, maar dat gaat ten koste van hun eigen onderwijstijd. Ja. Dus we moeten even helder hebben wat we hier met tutoring bedoelen. Met tutoring, dat is eigenlijk een Amerikaanse term waarin het algemeen mee wordt bedoeld, we geven kinderen wat extra hulp. Ja. En dat kan zijn in de vorm van groepjes, dus groepsgewijs tutoring geven. Dus dat er een van de mensen uit het team, dus of een leerkracht of een onderwijsassistent, het kan ook een ouder zijn, mits die maar geschoold is op dat gebied. En soms kan het zelfs een leerling uit een hogere jaargroep zijn die even mee gaat helpen. Ja. Maar dat moet je wel beperkt doen, anders verliest hij zelf te veel onderwijstijd. Die dus zo'n groepje begeleidt. Of individueel, maar individueel is het meestal een vorm van remedial teaching. En dat moet je niet door iedereen laten doen natuurlijk. Dus dat is wat tutoring doet. Dus je creëert extra tijd buiten, als we het over taal hebben bijvoorbeeld, buiten de gewone taallessen om. Het mag niet ten koste gaan van de gewone taaltijd die een kind al heeft. Om te zorgen dat zo'n groepje lekker bezig kan zijn of dat een individueel kind bezig kan zijn. En in het response to intervention model, hè, dus we hebben het over 80% van de kinderen, wat je doet in de klas is meestal gewoon goed genoeg. Ja. 50% van de kinderen hebben wat extra's nodig in de vorm van groepjes. En 5% daar moet je echt iets individueels voor doen. Nou, die 15 en die 5%, dat zijn vormen van tutoring die we daarop toepassen, om die kinderen vooruit te helpen. Ja, en die 15 en 5% kan je door middel van het kennen en volgen van je leerlingen, kun je die vaststellen, dat is die groep. Ja. En daar kun je de tutoring op toepassen op die manier. Je had het ook over dat bijvoorbeeld een leerling van een hogere groep ook, dus dat leerlingen elkaar kunnen tutoren. Dat zal misschien voor sommige leerkrachten goed voelen. Dan denken ze, nou, ik heb niet zoveel tijd, dus dat is fijn dat dat ook tot de opties behoort. Je zei al, niet te vaak, want dat gaat misschien ten koste van de andere leerling. Maar leert een leerling daar niet iets van als ze ook een andere leerling... Jazeker, maar je moet het niet overdrijven. Nee. Kijk, een goed tutoringprogramma, dat vergt ook de nodige tijd. Dus wij zijn nu met iets bezig, dan moet je gewoon vijf keer in de week een half uur. Nou, als je het 4 keer in de week een half uur doet, is het ook oké. Ja. Maar je moet niet steeds iemand uit groep 8 hebben die dat begeleidt. Want dat kan gewoon niet. Marike? Nee, dat lukt niet. Maar je hebt wel het programma Bouw, waar je heel erg goed gebruik kan maken van kinderen uit een hogere groep. Voor kinderen uit een lagere groep. We hebben ook wel kinderen die zij instromers uit andere landen helpen met flitskaartjes om de letters en de klanken machtig te worden. Dus peer-tutoring kan best, maar je moet precies zoals Roel zegt oppassen dat ze hun eigen onderwijstijd niet verliezen. Nee, precies. Ja. En nog een belangrijke aanvulling. Wat we nu zien is dat tutoring, dat hebben met name kinderen nodig waar het niet zo goed mee gaat. Hè? Dus die 15 en die 5%, die 20%. En wat gebeurt er nu als een leerkracht ziek is op school? Een van de eerste dingen die vaak wordt geschrapt is de tutoring. Ja. Dus het is cruciaal dat je met elkaar als team bedenkt, dit vinden wij zo belangrijk om deze kinderen erbij te houden, dat we ook strategieën bedenken. Wat doen we dan als er plotseling iets
fout gaat, dat niet die kinderen daarvan de dupe worden. Dus dat is eigenlijk mijn hartekreet die ik er graag even wil uiten. Ja. De tutoring op een goede manier promoten, omdat het echt iets toevoegt. Ja, want die kinderen hebben het echt nodig. Ja, ja precies. Ik ga even terug naar de poll, want volgens mij ging het niet bij iedereen niet even goed technisch gezien. Het is helemaal niet zo erg. We hebben straks ook een Q&A, dus mocht er enige vragen zijn of opmerkingen, dan kunnen jullie natuurlijk die altijd stellen. Maar het was om jullie dat even voor te leggen. Maar bij sommigen is het toch wel doorgekomen en bijna iedereen zei D, alle bovenstaan. Dus jullie gebruiken zowel pre-teaching, tutoring als de inzet van digitale oefenprogramma's. En die digitale oefenprogramma's, welke voordelen brengen die met zich mee, Marieke? Nou, het grote voordeel is, kinderen krijgen feedback. Het is altijd positief. Ze worden beloond. Ja. Het is niet zo dat een leerkracht die oefenloos heeft geoefend met een leerling soms wel eens de neiging heeft om te denken, poeh, gaat dit ooit goed komen? Nee, het programma blijft positief feedback geven. Je kan op elk niveau insteken. Je kan oefenloos herhalen wat een kind nodig heeft in allerlei verschillende vormen. Kijk naar Bareka, elke keer opnieuw sommen onder de 10. Ja. Dus ja, het heeft heel veel voordelen voor kinderen. Ja, en het kost de leerkracht niet zoveel tijd om te toeteren natuurlijk. Nee. Je moet wel goed weten waar de leerling is en het op de juiste manier inzetten. Hè? Anders wordt het een heel saai iets en dan heeft het geen effect. Ja, en ook niet misschien met gemakzucht naartoe. Dan ga jij maar lekker achter de computer zitten. Ja. Hebben wij rust. Ja, en een goed digitaal programma weet ook al waar het kind ongeveer is, waar hij weer verder moet. Ja. Is er onderzoek gedaan naar digitale oefenprogramma's? Ja, wat we weten over differentiatie. Toen wij onze review over differentiatie schreven, kwamen er eigenlijk twee dingen uit naar voren. Dus digitale ondersteuning helpt. En wat ook helpt is als je differentiatie inbedt in een algemene onderwijsfilosofie. Ja. Dus je moet het niet zien als een soort wondermiddel, maar je moet het zien als een leefstijlverandering. Ja. En dus je moet veel meer doen dan alleen maar, we gaan differentiëren. Ja. Dan waren we ook niet op 6 aanbevelingen uitgekomen, dan hadden we maar 1 aanbeveling nodig gehad. En dus je moet die hele aanpak kiezen. Ja, en die digitale oefenprogramma's die dus eigenlijk ook wel een rol hebben gekregen, natuurlijk een modernere rol hebben gekregen binnen dat differentiëren, of in ieder geval de hulp aanbieden om dat te doen. Zie je daar een grotere rol voor weggelegd in de toekomst? Nou, ik denk zeker dat het kan werken. Maar je moet wel programma's hebben die ook op onderzoek gebaseerd kunnen aantonen dat het helpt. Anders is het een beetje verloren tijd natuurlijk. Ja, en die programma's moeten op een gegeven moment ook die leerlingen gaan kennen en volgen of data analyseren. Ja, je hebt altijd een docent nodig die goed kan inschatten waar zit de leerling nu en welke volgende stap moet de leerling maken. Dus het blijft een hulpmiddel. Ja, precies. Maar wel een heel goed hulpmiddel. Ja. We zijn nu bezig met iets dat heet lezen met de bliksembende. Dat is afgeleid van een Amerikaanse Engels programma, de Tutoring with the Lightning Squad. Ja. En dat combineert dat tutoren met samenwerkend leren. Dus kinderen werken op die scholen al heel erg in paren of in groepjes van 4. Ja. En ook de tutoring gaat in paren. Dus de ene is de tutor en de andere is de tutee en die rollen wisselen steeds. En omdat het digitaal wordt ondersteund kun je 3 paren kinderen tegelijkertijd bedienen. Dus heel veel leraren vinden dat fijn, want dat is heel efficiënt. Ja. Want dat is nou juist vaak het grote probleem. Om die ruimte te vinden en die tijd te vinden om die kinderen individueel te helpen. Of in die groepjes te zetten. Dus we verwachten er veel van. Leuk, ja. En hoe lang is dat onderzoek nu al bezig? We zijn nu met het programma van het Engels naar het Nederlands aan het omzetten. Ja? En het onderzoek gaat beginnen vanaf de zomer. En we hopen dat het programma beschikbaar komt een jaar later. Gebaseerd op deze onderzoeksbevindingen, dat digitale programma's helpen. Ja. Ik heb daar even een reactie over. Want iemand in de chat die zegt, niet alle programma's geven positieve feedback. Oh. Misschien dat jij daar een ervaring mee hebt, Marieke? Nou, nee, ik ken de programma's Bareka en Bouw en die vind ik op zich positief. Maar ik zou zo niet weten welk programma dan een negatieve feedback geeft. Nee, oké. Nou ja, goed, dus daar heb je geen ervaring mee, Robik. Nee, de truc is inderdaad dat je altijd positieve feedback geeft en positieve bekrachtiging. Ja. Dus dat er aan het einde ook een soort van beloning zit als ze het goed gedaan hebben. En dat is het voordeel van digitale programma's. Je kunt zo'n filmpje van SchoolTV erbij inzetten en dan hebben die kinderen ook nog iets leuks als beloning. Ja, precies, ja. Mits het educatief verantwoord is, natuurlijk. Of een spelletje, zoals bij Bouke heb je spelletjes aan het eind. Dus is een mooie beloning. Roel, even terug over die bliksembende, want daar worden dus kinderen al in groepjes bij elkaar gezet, of in kleinere groepjes bij elkaar gezet. En dat werken in groepjes, dat is ook een groot onderdeel binnen jullie leidraad aanbevelingen in differentiatie. Dan heb je
homogene, ik wou zeggen hetero, homogene en heterogene groepen. Ik moet ze niet door elkaar gaan halen nu, want dan klopt er helemaal niks meer van. Wat zijn de voordelen van bijvoorbeeld homogene of heterogene groepen, Roel? Nou, het voordeel van homogene groepen is, om daarmee te beginnen, dan ga ik zo ook nou over de heterogene groepen praten, dat je eventueel klasdoorbrekend kunt werken. Zodat kinderen op hun eigen niveau kunnen werken, want niets is zo erg als niet uitgedaagd worden als je aan de bovenkant zit of als je aan de onderkant zit om er steeds maar bij te hangen. Dat is een beetje het risico van heterogene groepen. Ja. Maar ook een homogene groep is altijd enigszins heterogeen, dus ook daar zijn nog wel wat verschillen. Maar wat betreft het inrichting van het onderwijsproces is dat dus gewoon heel erg handig en efficiënt. Het risico wat je loopt is dat de kinderen aan de onderkant van die homogene groepjes, dus in een niveaugroep laag zitten, dat die ook een soort stigmatisering opgelegd krijgen. Ja. Zo van, ja, jullie kunnen het eigenlijk niet. Dus daar moet, wat dan altijd mee gepaard moet gaan, is continu blijven volgen hoe het met die kinderen gaat. En ook kijken, gaan we ze weer hergroeperen? Gaan we ze weer extra uitdagen, hetzij met tutoring of op een andere manier, zodat ze de overstap naar een nieuw niveau kunnen maken. Dus dat is een belangrijke voorwaarde om die groepjes zo te gebruiken. Het voordeel van heterogene groepjes is dat kinderen van en met elkaar kunnen leren. Dat heeft bijvoorbeeld in termen van sociale vergelijking. Hè. Soms is het ook wel handig om even te zien. Nou ja, ik loop wat achter, maar ik kan me er wel aan optrekken. Of iemand die boven, die kan iemand aan onder een beetje meehelpen. Dat is ook goed voor het zelfbeeld. Ja. Maar aan de onderkant moet je dus ook wel steeds letten op dat zelfbeeld. Of dat wel goed blijft gaan en dat je geen bijrijdergedrag krijgt. Ja, dus dat in heterogene groepjes kinderen eigenlijk heel weinig doen. En daar zijn modellen voor, zoals coöperatief leren, samenwerkend leren. Waarbij je zorgt dat een groepje een gemeenschappelijk doel krijgt. Waarbij de groepsleden met elkaar verantwoordelijk zijn voor het leerproces in de hele groep. Ja. Maar je blijft wel individueel rekenschap afleggen over het geleerde. Dus een hele flauwe truc is bijvoorbeeld, kinderen krijgen een genummerd hoofd. Ja. En de leraar zegt op een gegeven moment, alle nummer 2's opstaan uit de groepen. Wat is het antwoord dat jullie gevonden hebben op het probleem wat voor lag? Dus elk kind moet het antwoord kunnen geven en de groep is daarvoor verantwoordelijk. Dus als het niet goed gaat, dan kun je niet zeggen, nou, dat kind deed het niet zo goed. Nee, de groep heeft het kennelijk niet goed gedaan. Dus die gezamenlijke verantwoordelijkheid voor dat leren speelt dan een heel belangrijke rol. Ja. Dus het is niet alleen een kwestie van homogeen of heterogeen groeperen ook, maar hoe organiseer je vervolgens het onderwijs in die groepjes? Dat is een mooi voorbeeld. En inderdaad, dat zorgt er dan ook voor dat kinderen zich niet individueel onzekerder of gestigmatiseerd voelen in zo'n situatie. Nee, want ze weten ook, mijn teamleden gaan me helpen als ik het niet goed ga. Want daar heeft iedereen belang bij uit ons groepje. Ja. Ja. Marieke, passen jullie dat ook zo toe op de scholen waar je hebt gewerkt? Ja, je probeert steeds kinderen in de gaten te houden en te kijken waar ze staan. En te mixen, want het gevaar bestaat als je kinderen indeelt in meer basis of weer, dat ze achterover gaan leunen op het moment dat de instructie komt en denken van, nou ja, ik ben toch voor de verlengde instructie, dus ik hoef nu niet op te letten. Dus je moet echt heel goed kijken, waar staan ze nu? Hebben ze die verlengde instructie wel nodig? Of kunnen ze toch zelfstandig werken? En het ene kind kan iets wel, bijvoorbeeld geld rekenen wel en klok kijken niet. Dus het wisselt ook. Je moet echt opletten met je verdeling. Niet kinderen maar in één groepje zetten en denken, die heeft altijd iets extra's nodig. Nee, precies. Die groepjes moeten constant in de gaten gehouden worden. En coöperatief leren is een hele mooie werkvorm daarin. En heb je dan ook echt duidelijke manieren om te zorgen dat kinderen zich niet gestigmatiseerd voelen? Nou ja, dat is natuurlijk heel erg het werk van de docent in de klas. Ja. Om te kijken, waar kan ik jou laten shinen? En dan kan dat soms ook een heel ander vakgebied zijn. We hebben nu bijvoorbeeld het thema op een van de scholen over eten en drinken. En dan zijn er ook kinderen die misschien juist heel goed kunnen koken. Of een recept kunnen lezen of in elkaar kunnen zetten. Nou, dan kan een kind daar ook eens een keer shinen. En heel belangrijk is, sommige leraren vinden het ook wel moeilijk, hè, want je hebt van die modellen als som, maan, ster enzovoort. En dan zeggen ze ook van ja, maar dat stigmatiseert. En dan als een kind ook nog verlengde instructie krijgt of extra tutoring. Maar ja, waar wordt een kind nou blij van? Dat hij iets kan en dat hij iets beheerst. Precies. Hij wordt echt niet blij van als ze zeggen, nou dan ben jij vandaag ook even het zonnetje. Ja, want dat is misschien ook een interessante kwestie. Over het, je wilt natuurlijk als leerkracht of school wil je kinderen gelijk behandelen. Maar je wil ook gelijke kansen bieden. En daar zit natuurlijk een beetje, dat wringt natuurlijk een beetje rond. Nou, dat wringt zo erg dat je kinderen dus niet gelijk kunt behandelen. Nee. En het rare is, ik heb 3 zoons. En elke ouder weet dat je geen van je kinderen ooit gelijk zult behandelen.
Want je behandelt ze naar de behoeften die ze hebben. Of wat je denkt wat nodig is. Ja. Toen ze klein waren, hè, nu niet meer. Maar zodra kinderen op school zitten, willen alle ouders dat hun kinderen gelijk behandeld wordt. Ja. Maar een goede leraar weet, ja, maar dat gaat hem niet worden. Want sommige kinderen die hebben gewoon een extra duwtje in de rug nodig en wat extra tijd. En die moet ik helpen. En heel belangrijk, er zijn sommige kinderen die functioneren best op een redelijk niveau. HAVO-niveau, om het maar even zo te zeggen. Maar een goede leraar kan soms zien, er zit misschien weinig ondersteuning van huis in. Thuis spreken ze een andere taal. Maar ik heb het idee dat het kind misschien nog wel meer zou kunnen. En daar moet je heel alert op zijn, want dan bied je kinderen extra kansen. Dat je die kinderen helpt om zich nog verder te ontwikkelen als ze dat kunnen. Ja, ja, het vergt een hoop herkenning en in ieder geval goed volgen van de leerlingen in de klas. Het is mooi dat dat dan inderdaad ook de eerste aanbeveling is. We hebben nog een aantal vragen te gaan, maar we hebben daarna nog de Q&A. Dus als je nog vragen hebt met betrekking tot deze onderwerpen, het vormen van groepen, misschien ervaringen om te delen, misschien dat je het ergens helemaal niet mee eens bent, kan ook allemaal. Daar is het webinar natuurlijk ook voor. Zet die vooral ook in de chat, dan kunnen we zo meteen, als we naar de Q&A gaan, kunnen we die gaan behandelen. Maar daarvoor heb ik nog een aantal vragen met jullie, maar we hebben inderdaad nu doelgericht werken in groepjes, het tijd geven aan leerlingen, de verschillende manieren om extra begeleiding te geven, modellen die je kan gebruiken, manieren om leerlingen te kennen en te volgen, die zijn allemaal voorbij gekomen. Dus geef ook even aan welke vraag je hebt of welke dingen je nog wil weten, want hier zitten twee mensen met ontzettend veel kennis, dus dat gaan we zo in de Q&A natuurlijk ook behandelen. Ik wil het nog even hebben over die basis waar je het al in het begin over had, Marieke. Dat was dat je zei, ja, uiteindelijk is die basis belangrijk, hè? Een goed klimaat in de klas, een leerkracht die goed begrijpt hoe de leerlingen in elkaar zitten, die dat goed kan bijhouden. Een van de dingen die ik ook zag staan in de leidraad was, daar leggen jullie de nadruk op het begeleiden van nieuwe leerkrachten. Dus de verantwoordelijkheid om nieuwe leerkrachten te begeleiden. Welke praktische tips heb je hierover te delen? Nou, in ieder geval een maatje geven, hè? Dus een aanspreekpunt. En ook het klimaat binnen het team is belangrijk, want als je een veilig klimaat hebt, dan kan ook een nieuwe docent vragen stellen aan een ieder. En geen enkele vraag is onnozel of dom. Het zegt niks over wat je wel of niet, of je wel of niet een goede docent bent. Je hebt in een team de ruimte om te groeien. Dus dat is belangrijk, veilig klimaat, een maatje. Veel gesprekken voeren, in teambijeenkomsten daarop terugkomen. Maar het geldt niet alleen voor nieuwe docenten, het geldt ook voor alle docenten, dat je de vrijheid moet hebben om steun te zoeken bij je collega's. Ja, en hebben jullie ook wel eens aan observaties gedaan? Dus dat de leerkrachten bij andere leerkrachten gaan kijken? Ja, dat kan je, ook om vragen. We hebben nu net op een van de scholen geïntroduceerd. Er is één collega die aan video-interactietraining heeft gedaan. En die heeft aangeboden om in de klas te gaan kijken. En dat terug te kijken met de collega die de video-interactie ondergaat. En dan kleine dingen wellicht verbeteren. Even een aanvulling. Waarom willen we dit? We willen dat leraren rekening houden met verschillen tussen kinderen. En dat is een zogenaamde hogere orde vaardigheid. En de basisvaardigheden zijn dat je klassenmanagement op orde is, dat je een veilig klimaat biedt om te leren en dat je goede instructie geeft. En om die basisvaardigheden goed op orde te krijgen, heeft een beginnende leraar gewoon een inwerkperiode nodig. En pas als je dat goed op orde hebt, dan kun je naar die hogere orde vaardigheden overgaan. Leerstrategieën differentiëren en kinderen heel erg bij de les betrekken. Dus dat is het belang om beginnende leraren goed te begeleiden. Ja, en alle leraren, denk ik. Ja. En waarom is differentiatie een hogere vaardigheid? Nou, het blijkt uit inspectieonderzoek dat als je als inspecteurs in klassen gaan kijken met hun kijkwijzers, ja, dan zien ze vaak dat er helemaal geen rekening wordt gehouden met verschillen tussen kinderen. Nee. Dus vandaar dat het dus kennelijk een hogere orde vaardigheid is die alleen wat ervarende leerkrachten onder de knie krijgen. Nou ja, dus dat vergt inderdaad heel veel aandacht ook. Dus aan jullie kijkers zou ik ook zeggen, dit is een heel nuttig webinar, want we zitten hier over hogere vaardigheden te spreken die van belang zijn voor de gelijkheid en de gelijke kansen van leerlingen. Een van de dingen die ook nog voorbij kwam, en dat vond ik wel interessant, is jullie aanbeveling, houd rekening met je leerlingpopulatie. Die staat los van ken en volg je leerlingen, want dat is een meer klas- of individu-gebaseerde analyse. Maar je leerlingpopulatie is eigenlijk schoolbreed. In hoeverre helpt die schoolbrede populatie kennis bij differentiatie?
Nou, dat hangt een beetje... Dan kijk je meer naar je instroom, naar je zij-instromers. Hebben die meer nodig aan lezenonderwijs, woordenschat? Het heeft ook te maken met wie je naar binnen haalt aan ketenpartners. Is er schoolmaatschappelijk werk nodig? We zijn pas op bezoek geweest in Groningen. Daar hebben ze burgfunctionarissen die gezinnen, achterstandsgezinnen helpen om toch een plek te vinden in het onderwijs en misschien grotere stappen te maken. Samenwerksverband erbij te betrekken als dat nodig is. Dus het heeft ook te maken met welke ketenpartners heb je nodig om een goed klimaat voor de kinderen, maar ook voor hun ouders en de plek in de wijk te krijgen. Ja, want Roel? Nog een aanvulling. We hebben die aanbeveling ook opgeschreven, omdat veel scholen hebben natuurlijk kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, omdat het onderwijsachterstandskinderen zijn. Ja. En daar moet je iets extra's voor doen. En daar krijg je ook extra middelen voor van de overheid. Dus dan moet je eigenlijk met elkaar over nadenken. Wat gaan we dan doen om onze leerlingpopulatie goed te bedienen? Want je kunt wel roepen, ja, dat kost allemaal extra tijd en extra aandacht. Maar die extra tijd en extra aandacht betekent in de praktijk, heb je daar formatie voor? Nou, in principe hebben scholen die veel van dit soort kinderen aan boord hebben die extra formatie. Dus ze moeten er even goed over nadenken hoe ze die formatie gaan inzetten. Nog een harde kreet. Dan komt de tweede. Ja. Je moet dat vooral niet inzetten door gedachteloos zomaar alle klassen een beetje kleiner te maken. Dat gaat echt niet helpen. Dus denk er echt over na wat je op niveau 2 van response to interaction, dus die 50% en die 5% kinderen, wat je daarvoor gaat doen. En wat je nog voor gaat doen voor kinderen waarvan je denkt, ze komen uit een onderwijsachterstandswijk of een achterstandswijk. We denken dat er meer in zit. Wat kunnen we voor die kinderen organiseren? En dat je daar heel bewust over nadenkt, maar dan gaan we het onderwijs zo organiseren. En dat kan met die extra middelen. En die extra middelen die zijn makkelijk te vinden, Marieke? Nou, voldoende subsidies. Het lastige is alleen dat subsidies zijn en dat je vaak kortdurend iets extra's kan doen. Dus dat is soms de puzzel. Ja, maar dit is een kleine aanvulling. In de normale formatietoewijzing zitten die gelden, de zogenaamde gewichte gelden. Dat is waar, ja. Maar goed, dat is beperkt. En je hebt daarbovenop natuurlijk subsidie waarmee je echt heel duidelijk een verschil kan maken door een onderwijsassistent of een leraarondersteuner in te zetten. Maar je hebt gelijk, het is geld wat beschikbaar is vanwege je weging. Ja. Oké. Okay. Nou, dank jullie wel. Ik heb ontzettend veel met jullie al behandeld hier. We hebben alle aanbevelingen in ieder geval aangestipt. Maar er staat ontzettend veel in, ook gedetailleerde tips en modellen en methodes om mee aan de slag te gaan. Dus dat is heel erg leuk. Dat wil ik ook echt iedereen aanraden. Ik ga jullie straks even vertellen waar jullie deze leidraad ook kunnen vinden. Als jullie denken, hey, daar wil ik ook wel meer in lezen en dat zou ik ook wel meer willen zien. Doe dat vooral, maar dat geef ik jullie straks even aan. Er zijn ook wel van jullie best wel wat vragen binnengekomen. Dus dan is het nu tijd voor wat aandacht voor jullie en de vragen die jullie hebben in de Q&A. We zijn bij de Q&A aangekomen en we hebben heel veel vragen van jullie gehad. Dus ik vind het wel leuk om jullie die vragen voor te leggen. We gaan proberen zoveel mogelijk vragen in het webinar te beantwoorden. Mochten er niet aan komen, dan kunnen deze mensen toch gewoon een mailtje sturen. En dan kunnen daar misschien nog de antwoord op komen. Maar ik zal de eerste vraag even eruit halen. Die staan hier op de iPad. Hoe organiseer je voldoende differentiatie als je geen extra arbeidskrachten hebt? De NPO-gelden vallen immers vanaf augustus weg. De extra ondersteuning zal dan in veel gevallen ook wegvallen. Marieke, of zal ik bij Roel beginnen? Nou ja, dat heeft met klassenmanagement en met planning te maken. Ja. Ik denk dat er best wel ruimte zit om misschien groeps doorbroken te gaan werken of je verlengde instructie goed te plannen. Deel je onderwijstijd goed in. Kijk of tijdens de gymlessen nog wat gedaan kan worden of tijdens de buitenspelen. Dus ja, daar zit best wel rek in. Het is niet ideaal, maar goed, er zijn wel mogelijkheden. Ja. We moeten ook niet vergeten, die NPO-middelen waren extra. Hè? Dus die waren bedoeld om door COVID ontstaande achterstanden in te lopen. Dus mensen moeten nu weer even terug naar normaal. En normaal is, je krijgt formatie en je krijgt extra formatie als je veel gewichte kinderen aan boord hebt. Kinderen uit achterstandssituaties. Ja. Dus denk weer even met elkaar goed naar, wat gaan we daarmee doen?
In principe zou dat voldoende moeten zijn om het werk goed voor elkaar te krijgen. Maar goed, de core is gewoon goed klassenmanagement. Kijken waar de ruimte ligt en die zo optimaal mogelijk benutten. Ja. Maar dat is inderdaad soms best wel uitdagend, kan ik me voorstellen. Ja. Oké, ik hoop dat dat een goed antwoord geeft op deze vraag. De volgende vraag die ik binnenkreeg is: hoe verhouden tijd en een goede EDI-les, effectieve directe instructie, zich in een combinatieklas? Cool. Oh, dat is een spannende. Ja, dat is weer een aparte tak van sport, hoe je met combinatieklassen moet omgaan. Maar als je het een beetje handig organiseert, dan kun je combinatieklassen ook weer gebruiken om af en toe heterogene groepjes te maken, waarbij kinderen weer van en met elkaar leren. En af en toe gewoon de niveaugroepjes indelen. Dus een combinatieklas kun je weer in 4 groepjes opdelen, waarbij soms kinderen uit de bovenkant van de combinatieklas, uit de groep 4, met de betere kinderen uit groep 3 meedoen, omdat ze toch op hun niveau zitten. Dus het biedt ook mogelijkheden om heel goed in groepjes te gaan werken met kinderen. Ben je het daarmee eens, Marieke? Ja, en dan komt het weer planning aan en kinderen ook zelfstandigheid aanleren. Dat ze bij de verwerking op hun eigen niveau rustig kunnen werken. En dan heb jij weer tijd om inderdaad, zoals Roel schetst, een ander groepje instructie te geven. Ik ben benieuwd of deze hier eigenlijk op voortvloeit of een beetje op hetzelfde neerkomt. Heeft u aanbevelingen voor differentiatie voor de beter presterende leerlingen tijdens de instructie binnen het instructiemodel EDI? Ja, andere vragen stellen. Dus op een hoger niveau vragen stellen. Het leerdoel is helder, voor alle leerlingen hetzelfde in eerste instantie. Alleen je kan ander soort vragen stellen, waardoor je kinderen die aan de bovenkant presteren, triggert. Ja, hoe? Ja, dat is het. Ik kan het niet aanvullen. Ik dacht, misschien heb je nog een model waarin dat in voortkomt, dat je de beter presterende leerlingen misschien ook op een andere manier dan stimuleert? Of? Nou ja, in dat BHV-model, basisstof, herhalingsstof, verrijkingsstof of extra stof. Ja. Die verrijking en extra is eigenlijk bedoeld voor de kinderen die wat meer kunnen. Ja. Dus je moet van tevoren gewoon, voordat je je les geeft, er al over nagedacht hebben. En niet de plekken gaan improviseren. Nee. Oké. Okay. Ja? Ja, voorbereiding is heel belangrijk. Ja. Heel leuk dat deze vragen binnenkomen trouwens. Ik ben heel erg blij met jullie interactie tot nu toe. Volgende vraag is: hoe zien jullie de vorm van differentiatie in onderwijs, zoals bijvoorbeeld op Montessori-scholen? Daar heb ik geen mening over. Marieke. Ja, daar weet ik. Ja, ik weet alleen de theorie ervan. Ik heb nog nooit op een Montessori-school gewerkt, dus daar kan ik niet helemaal over oordelen. Dus dat is te lastig om het over te oordelen, maar misschien goed om uit te zoeken. Dank je wel voor die vraag. Is er onderzoek naar de ideale groepsgrootte beschikbaar, Roel? Ja. Wat is die? Nou ja, even terug in de tijd, omdat ik al heel lang dit werk doe. In 1998 hadden we een commissie, groepsgrootte en kwaliteit in Nederland. Toen hebben we met elkaar voor elkaar gekregen dat er 500 miljard gulden extra in het onderwijs werd gepompt om de groepen kleiner te maken. Nu gaat iedereen roepen, maar hij zei net dat het niet helpt. Ja, het helpt wel als je groepen van ongeveer 25 kinderen terugbrengt naar tussen de 13 en de 17. Dat gaat helpen. Maar dat kan niet, want daar heb je niet genoeg formatie voor. Waar is die formatie wel te vinden? Op scholen die heel veel gewichte kinderen hebben. Dus daar zou je het in principe kunnen doen. Maar dat moet je niet altijd doen, maar tijdens hele specifieke lessen. Bijvoorbeeld tijdens de taallessen zegt, nou, dan willen we in kleine groepen gaan werken. Of op het moment dat je zegt, nou, we hebben groep 3, 4, 5, 6, 7, 8, dat zijn 6 groepen. Tijdens de taalles maken we daar 9 groepen van, die allemaal op niveau kunnen werken. En dan heb je dus weer kleinere groepen gemaakt. Ja. Dus je moet er altijd vanuit een verstandige redenering en met veel beleid, moet je dat inzetten, die kleine groepen. Mooi, dank je, Roel. Dat is een prachtige tips. Wil je daar nog iets aan toevoegen? Nou, de onderbouw vooral in investeren, denk ik. Omdat je daar dan kinderen... dat staat ook in de leidraad, kinderen met 15 kinderen ongeveer in de klas goed kan bedienen. Dan heb je een mooie basis en van daaruit de volgende stap naar 3 en 4 maken. Oké, wat fantastische tips hier aan tafel, dank jullie wel. Werk differentiëren op interesse ook? Vast wel, maar ik weet er geen onderzoek naar. Het is meer voorkennis ophalen, denk ik. Hè? Dus daarmee, dat is het begin van het EDI-model, voorkennis ophalen. Dus ja. Dan kan je interesse aanboren. Maar ik vind deze vraag is op zich wel interessant. Want we hebben natuurlijk ook te maken met heel veel kinderen uit verschillende culturele groepen. En je moet wel elk kind een beetje op aanspreken wat te maken heeft met, ook met de achtergrond van het kind.
Wij hadden destijds als heel flauw voorbeeld. Doe vooral geen lessen over het strand, want de kinderen uit de Oosterpoortwijk in Groningen hebben nog nooit van hun leven een strand gezien. Dus dat is even het basale. Je moet wel aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Ja. En dus als je op een school werkt met veel kinderen met een migratieachtergrond, denk ook na over het soort lesstof wat je behandelt. Dat past bij de leefwereld van de kinderen. Ja, mooi advies. Ja? Ja, is op een reguliere school differentiatie beter dan op een Jena-plan of een Dalton-school? Nou, het hangt van team af. Ik denk dat het helemaal niet zo uitmaakt op welke vorm van onderwijs je zit. Als wel heb je de vaardigheden, dan kom je weer aan aanbeveling 5, zorg voor een stevige basis. En aanbeveling 1, heb je de basis op orde. En op een Jena-plan school wordt dus gewerkt met die leeftijdsheterogene groepen. Hè? Ja. Dus dan zitten er kinderen uit groep 3, 4, 5 bij elkaar in een heterogene groep. En dan kun je dus al die voordelen van het werken met dat model, en soms af en toe even weer de homogene groepen maken, kun je heel goed gebruiken. Okay. Dus, ja. Roel, ik heb nog 2 korte vragen tot slot, want ons uur is bijna rond. Oh, ik ben hem nu kwijt. De vragen zijn... Oh, hier zijn ze. 2 vragen tot slot. Eentje gaat over de bliksembende. Hoe observeer je hoe de leerlingen het doen? Nou, om uit te maken welk kind in welke groep en op welk niveau staat in de bliksembende, heb je gewoon nodig alles wat Marieke net gezegd heeft. Dus gebruik leerlingvolgsystemen, observeer en er zit een assessment in het systeem om te weten dat het kind goed gaat. Dus dat is het simpele antwoord. Okay. Beetje hetzelfde als wat je met bouw ook doet. Ja. Je zet een kind niet zomaar in bouw, 1-op-1 tutoring is dat. Er moet van tevoren even goed over nagedacht worden. Ja, en als laatste vraag heb ik nog één iemand die wil graag nog echt even specifiek weten. Wat waren nou de hogere ordevaardigheden voor leraren naast differentiëren? Naast differentiëren, dat staat in de leidraad hoor, dus jij gaat zoiets over de leidraad stellen. Maar het gaat erom dat je kinderen leert om leerstrategieën toe te passen. Ja. En dus dat je begrijpend lezen kunt bevorderen door bijvoorbeeld voorspellingen te doen of samen te vatten. Dat zijn leerstrategieën. En de hoogste is om te zorgen dat iedereen actief bezig is in de klas. Ja. Oké. Okay. Ja? Nou, fantastisch. Roel, Marieke, dank jullie wel voor het delen van zoveel inzichten. Ik wil die vragen om nog niet weg te gaan, want ik heb nog cruciale informatie voor jullie. Joren, mij dank je wel. Zeg ik, nou, klaar. Nee, niet doen, want ik ga nog wat dingen met jullie delen. Ten eerste, de leidraad, want hier is hij nog. Voor de live-kijkers, want deze komt ook op terugkijk. Maar voor de live-kijkers exclusief, de leidraad en de bijbehorende poster, die zijn nog te bestellen. Dat komt naar jullie in de mail, komt daar een linkje van als dat nog mogelijk is. En anders is die er altijd nog digitaal. Dat kunnen jullie vinden in het kennisplein. Dat kunnen jullie vinden in het kennisplein. Hier vind je de kennis en handvatten uit onderzoek om onderwijsachterstanden tegen te gaan. Die zijn thematisch ingedeeld, dus kun je ontzettend veel informatie vinden. En over elk thema dat we daar hebben staan, komt er een webinar, waaronder dus deze. Dit was aflevering 4 van de 10. Kijk alvast op www.onderwijskansen.eu voor al deze informatie. Het is echt ongelooflijk wat er allemaal te vinden is en ook bij te houden is. We hebben ook een podcast. Als je denkt, ik ga lekker naar buiten wandelend informatie opdoen, dan kan dat ook gewoon. Daar hebben we een gesprek tussen een onderzoeker en een praktijkprofessional over deze thema's die daar ook allemaal staan. We hebben een nieuwsbrief Onderwijskansen. Elk kwartaal komen er nieuwtjes over het thema, inclusief interviews. En er komt natuurlijk naar aanleiding van deze webinar een evaluatie jullie kant op. Dan kunnen jullie aangeven welke dingen jullie misschien de volgende keer in een webinar willen zien. Misschien meer polvragen. Op een andere manier dingen ingedeeld. Dingen die jullie misschien ook heel erg leuk vinden. Mag je ook gewoon zeggen, dat stellen we ook hartstikke op prijs. Maar houd deze kanalen en social media in de gaten voor het volgende webinar. Dat gaan we dan aankondigen. Het is ongeveer elke maand. En daar komt dus een nieuw thema weer voorbij. Ik vind het geweldig dat jullie allemaal zo actief hebben geparticipeerd in dit webinar. Goede vragen hebben gesteld. Mee hebben gedaan met de polls. Dat stel ik ontzettend op prijs. En dat vinden we heel fijn om jullie er zo goed mogelijk ook op deze manier bij te betrekken. En dan wil ik Roel en Marieke bedanken voor het delen van jullie ongelooflijke veel inzichten en kennis die jullie hebben opgedaan. En voor het meehelpen met het maken van deze leidraad om hopelijk inderdaad die gelijkheid binnen het onderwijs te stimuleren en beter te maken. Dank jullie wel voor jullie bijdrage daarin. Jullie, dank jullie wel voor het kijken en dan zien we jullie bij de volgende webinar over een maandje of zo. Tot ziens!